Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een dag met zonneschijn, maar ook met hoge wolkenvelden. Het leverde fraaie plaatjes op, zoals we hier op deze foto zien. Vanuit de satellietfoto zagen we de wolken ook, met name boven het noordwesten van het land. In het oosten en zuidoosten is het lang helder geweest en blijft het voorlopig ook nog wel tamelijk helder. Maar het gaat wel veranderen, want van het westen uit nadert een storing. En die storing ligt zo rond middernacht over de Noordzee en over het oosten van Engeland en zal zich geleidelijk aangaan. Uitbreiden gaan verplaatsen in oostelijke richting. Dat betekent dat het tegen de ochtend bij ons begint te regenen en dat die neerslag zich dan uitbreidt naar het oosten. En landinwaarts kan er ook wat natte sneeuw bij zitten. Sneeuw valt er in de Ardennen, in de Duits-Middelgebergte en later op woensdag ook weer in de Alpen. Dan hebben we nog altijd een hoge drukgebied boven de Atlantische Oceaan en tegen de donderdag ligt de meest in het oogspringende depressie boven het Middellandse zeegebied. Zover is het nog niet. We hebben eerst een avond en nacht voor de boeg vanavond. Nog opklaring in het zuidoosten. In het noordwesten al wolkenvelden. Het blijft droog. En de temperatuur daalt landinwaarts snel tot richting het vriespunt. In het zuidoosten van het land vannacht een graadje of twee vorst. In de rest van het land iets hogere minima met langs de kust temperaturen in de plus. Het blijft een groot deel van de nacht droog, maar tegen de ochtend kan er in het westen wat regen vallen. En tijdens de ochtendspits valt er dan vooral in Zuid- en Noord-Holland, en misschien ook al in uh, Friesland, Flevoland en Utrecht wat regen. Die neerslag breidt zich dan langzaam naar het oosten uit in de loop van de ochtend. En dan kan er land inwaarts ook natte sneeuw bij zitten. Waterkoud, 3 tot 6 graden maximaal. En langs de kust staat ook nog eens een stevige wind. De temperatuur gaat de dagen daarna omhoog, woensdag, donderdag en vrijdag 8-9 graden maximaal, met woensdag buien, donderdag op veel plaatsen al een stuk droger weer en vrijdag is er van neerslag eventjes geen sprake. Op alle dagen is er wel ruimte voor een beetje zonneschijn. En de temperatuur de dagen daarna blijft toch tamelijk hoog, met maxima boven de 5 graden en soms in de buurt van de 10, en minima in het algemeen ook een eind boven het vriespunt. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.